Yo dames en heren, welkom bij weer eens een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Vandaag gaan wij Counter-Strike spelen en we gaan een potje Arms Race spelen. Zoiets als gun game in de Call of Duty. Na iedere kill krijg jij een ander wapen. Dus let's go. Als jullie dit een leuke video vinden, ram dan keihard op die like button. En damn, we zijn af. Als je trouwens genaaid wordt, dan zak je qua wapen. Damn, jou zag fucking laat. Oké, mijn leventjes zijn bijna op. Oké, nu worden we gekild. We zijn wel halverwege een potje ingespant, dus dat is een beetje kloten. Damn, baby! Damn, baby, damn. Ik ben wel weer van plan om weer vaker filmpjes op te gaan nemen voor mijn kanaal. Want de laatste tijd was het een beetje een kale boel op mijn kanaal. Ik heb al een paar maanden namelijk niks meer opgenomen. Maar dat gaat dus veranderen. Ik weet niet hoeveel ik ga uploaden per week of per dag. Dat weet ik nog niet. Maar er gaat sowieso weer meer aankomen. Damn, shotgun in mijn rug. Damn, baby, damn. We gaan 12 op 9. Oké, nu hebben we de shotgun. Zag je de enemy omhoog lopen? Of het was een teammate. Oh, damn. Gewoon letterlijk. Fuck. Shotgun, dat vind ik het klootste. Vooral in deze map, omdat de afstand wat verder is dan een andere kleine map. Het is chill als je wel cool bij kan schieten, maar ja, in deze map is gewoon de afstand iets te groot, vind ik. Zo. Volgens mij was dat een lucky shot voor hem. What the fuck. Eindelijk. Wapen omhoog weer, shotgun. Dat had ik niet verwacht. What the fuck? What the fuck was dat voor spawn? Gast.
Damn. 17 op 18 is de uitstand niet zo heel goed. Maar we gaan nu op naar de volgende ronde. Tot zo. Yo mensen, daar zijn we. We zijn in de map Baggage beland. Met een tweede ronde voor de Arms Race. We zijn even in de opwarmronde. Nog een paar seconden. We zijn de terrorists. Deze ronde. Dus we gaan eens kijken hoeveel ze wij dit potje gaan worden. Alright, we gaan beginnen. We beginnen met de MAC 10. En we hebben één kill. Damn. Ik had gehoopt dat jij hebt die bom bleef. Nu gaan we naar de enemies hun spawn toe. Damn. Tablet! Zo loop ik meestal in deze map naar hun spawn. Dan kan je lekker wat kills knallen daar. Kwamen van alle kanten. Headshot. Gaan we eens eventjes bij de spawn kijken. Damn! Blijven allemaal lekker in hun spawn zitten. De stad is weer kloten voor ons. We gaan niet zo lekker. Damn, we werden in de rug beschoten. We kunnen wel een beetje onder blijven. Dat is op zich niet heel verkeerd, want voor de mensen wat naar onder vallen. Alleen, het probleem is van die lopende banden wat te hangen, kunnen ze ons ook afschieten. Bitch. Fuck jou, bitch. Ik heb nog 40 HP. Ik dacht dat ik vast zat. Fuck! Hij sprong gewoon recht voor mijn neus. What the fuck? Vanaf met een shotgun raakte hij me vanaf daar. Oh damn it. Oké, we gaan weer richting de enemy spawn. En we worden fucking afgeknald met een P52. Damn.
spring je in die kuil en dan zitten ze mijn fucking drie enemies je af te knallen. Maar iedereen wil natuurlijk de kills. Dus dat is een beetje klote. Iedereen wil natuurlijk als eerste eindigen. Oké, okay, we hebben een shotgun. Fuck jou. Volgende shotgun. Ah, damn it. Oké, we hebben de AWP. Damn. Het ging niet zo lekker, potje. 19 op 18 is de stand, dus wel nog net positief. Helaas. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ram keihard op die like button als je het leuk vond. Abonneer op dit kanaal als je het niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot de volgende keer. Ciao, 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 mensen.